Stichting Groot Idee heeft vanmorgen plantenbakken en moestuinen aangelegd voor Huize Tiel-Tiel. Dit tehuis biedt kinderen en jongvolwassenen met een lichamelijke beperking opvang. Stichting Groot Idee heeft uitgaande van haar doelstelling en indachtig de inclusiviteitsgedachte om gezonde voeding bereikbaar te maken voor iedereen en in het bijzonder kwetsbare groepen, is Vegetable Gardens for the Disabled geïnitieerd. Volgens Rachel Koningsbloem-Pinas, voorzitter van Stichting Groot Idee, wil haar organisatie bijdragen aan het zelfredzaam maken van de burgers van Suriname. Wij hebben gedacht, we gaan iets heel leuks in elkaar zetten, waarmee jullie elke dag beter kunnen zijn. Dus we komen niet vandaag of we komen niet alleen op kinderdag om iets snels te doen en weg te gaan. We gaan het vandaag wel zien, maar we gaan iets hier achterlaten dat jullie, waarmee jullie elke dag bezig kunnen zijn. Wij van de Stichting Groot Idee hebben een initiatief, dat is een idee ontwikkeld om jullie gezonde groenten te laten planten. En het gaat niet moeilijk zijn hoor. Het gaat helemaal niet moeilijk zijn. Jullie gaan het zelf kunnen doen. Vinden jullie dat spannend? Ja, ja toch? Want als jullie, ik weet niet, als tante Rita, luisteren ze veel naar het nieuws? Luisteren ze ook naar het nieuws? Ja. Zie je? Wanneer je naar het nieuws luistert, dan hoor je soms hoe mensen ziek worden, omdat ze soms ongezond eten, of als er misschien gifstoffen in groenten en fruit of in vlees zitten, etc. Maar wanneer jij zelf je groenten plant, dan weet je dat je gezond bent. Ja toch? Koningsbloem-Pinas geeft verder aan dat het aanleggen van een moestuin ertoe bijdraagt dat men gezonder eet en minder groenten hoeft te kopen, waardoor geld wordt overgehouden in de portemonnee. Dat vele opvanginstellingen in zwaar weer zijn terechtgekomen na de COVID-19-pandemie en de huidige economische crisis, geeft dit initiatief een meervoudig karakter. We willen natuurlijk ook initiatieven ontwikkelen voor mensen in detentie om zelf voorzienend te worden. En dat kan je dus doen door alvast wat te planten, dat je gezond jezelf gezond kan voeden. Maar wanneer je de juiste begeleiding krijgt, is het natuurlijk, dan weet je hoe je gezond kan planten en on the long run kan je dus wat eraan verdienen. Dit project heeft niet alleen een karakter van gezonde voeding, maar het heeft ook een duurzaamheidskarakter. De donor heeft niet alleen gekeken naar het concept, maar heeft natuurlijk ook gekeken naar verschillende aspecten. Wij zullen een jaar lang de tehuizen, we zijn nu bij Tiel-Tiel, we gaan straks naar Matuku, de tehuizen zullen ook begeleid worden. Er is in het project meegenomen de financiering van de tuin, de tuinman, tuingereedschap, begeleiding, training. Dus er is voldoende nagedacht over het duurzaamheidsaspect van dit project. Het moet niet zijn weer eens een landbouw of een moestuinenproject, maar dit is een project waarbij er goed is nagedacht over het concept. Naast Huize Tiel-Tiel is Stichting Groot Idee ook geweest naar Huize Matuku te Lelydorp, waar dit project ook is gelanceerd. Enerzijds kunnen de tehuizen kostenbesparend zijn op het gebied van gezonde groenten en anderzijds kunnen ze bij overschotten verkopen en op deze wijze zelfvoorzienend worden.